Welkom bij de aftrap van de eindejaarscontent, het allereerste item wat in een kerstige sfeer is. Uh, ja, ik heb nog geen kersttrui aan, het is natuurlijk ook nog geen kerst, maar goed. We gaan jullie de komende 2,5 week verwennen met een ontzettende lading aan harde Eindejaars komt. En het eerste item wat ik ga doen, en dat doe ik eigenlijk ook best wel vaak, is het jaar in getallen doen. We gaan het jaar in stellingen doen, maar dit gaat meer om de leuke getalletjes die we allemaal voorbij hebben zien komen het afgelopen jaar. En nee, daar zit niet het aantal versprekingen bij die ik in 2022 heb gedaan, want die zijn werkelijk waar ontelbaar. Goed, um, laten we gewoon beginnen met het eerste getal. Het eerste getal is drie. Jawel, drie. Uh, drie, dat is namelijk. Dat staat dan voor het aantal studio's waar. Uh, nee, Het aantal studio's. Waar. Hoe moet ik dat nou goed zeggen, jongens? Uh, Dead Island 2. Daar gaat het namelijk over. Die game is 194 keer uitgesteld. En dan hebben ze dus nu al drie studio's, hun tanden op stuk gebeten. Drie studio's hebben gewerkt de afgelopen tijd aan Dead Island 2. En. Nog steeds is die game niet af. Nog steeds is die game niet klaar. Opnieuw uitgesteld. Ik heb er toch echt wel grote twijfels aan. Of dit allemaal wel gaat goedkomen. Sorry dat ik het zeg. Uh, want ik heb er zin aan. Ik vind Dead Island 2 leuk. Maar als het zo vaak uitgesteld wordt. Ik weet het niet helemaal of dat dan goed gaat komen. Goed. Volgende getal. 3. Uit vijf. Drie uit vijf. Dat is een beetje een raar getal. bestaat niet echt. Het zijn eigenlijk twee getallen met een woord ertussen. Maar drie uit vijf. Um, elk jaar kijk ik ook altijd naar de stats over gaming in het algemeen. Hoe gaat het in gameland? En hoeveel mensen gamen er wereldwijd? En wat blijkt nu? Drie uit vijf gamers. Dan heb je vijf gamers, zet je die bij elkaar. Dan drie daarvan, dat zijn mannen. En twee, dat zijn vrouwen. Dat is een klein beetje teruggelopen. De mannen zijn... Uh, wat meer gaan gamen. En de vrouwen zijn eigenlijk wat minder gaan gamen. Dat vind ik dan wel weer heel erg uh, opvallend. Uh, ik had het idee namelijk dat vrouwen steeds meer gingen gamen. En uh, dat het steeds meer 50-50 werd. Het zit een beetje om dat kantelpunt heen. Maar het heeft zich nog niet helemaal doorgezet. 3 uit 5 is dus een man als het gaat om gamers. En twee daarvan zijn vrouwen. Dan het volgende getal. En dat getal dat is. 10. 10. Um, ja. Dat weet toch iedereen? Daar hebben we het namelijk meer dan 494 keer over gehad in dit jaar als het gaat om de piepshow. Het is Acton Vision Blizzard. Die hele soap die we daarover hebben aan ons voorbij zien trekken. En 10 staat voor de deal die. Playstation heeft aangeboden gekregen van Phil Spencer. Je heeft gezegd, heeft een mailtje gemaakt of een appje. Ik weet het niet of die gasten elkaar gewoon kennen. Zegt, hey Jim, tien jaar Call of Duty, geen verplichtingen heb je verder. Je mag hem full price aanbieden. Je mag hem zelfs op PlayStation Plus zetten. De komende tien jaar ga ik niet morrelen aan die hele deal. Nintendo heeft die deal genomen. Steam heeft die deal genomen. PlayStation Zegt helemaal niks. Uh, die gaan het gewoon keihard uitvechten. En dat betekent dat we in 2023 ook weer. meer dan. Ik denk toch wel 10 à 12. Want we blijven in de nummertjes. 10 à 12 piepshow's zullen gaan wijden. aan deze fucking soapserie. Dan gaan we naar een volgende getal. En dat is een ongeluksgetal. En dat is namelijk 13. Uh, dat vind ik altijd leuk. Hoeveel gamen we dan met z'n allen? Ga ik naar mezelf kijken? Dan denk ik. Dus even kijken als ik dan nummertjes ga gebruiken. Elke. Als ik thuis kom, s'avonds, dan game ik een uurtje. Dan ga ik eten, tv kijken of series kijken of sport kijken samen met mijn vriendin. Dan vanaf een uur of elf pak ik nog twee uur gamen erbij. Dat is drie uur maal vijf is vijftien. In het weekend game ik wat langer. kom ik wel aan 25 uur per week gamen. Maar dat is niet het gemiddelde. Het gemiddelde wereldwijd is 13. 13 uur lang is dus het gemiddelde. Game-tijd van gamers wereldwijd. 13 uur vind ik best weinig. Ik denk dat bijna alle mensen die kijken meer gamen dan dit. Denk ik. Maar goed, als dat niet zo is, laat het even in de comments weten. Gaan we naar een nieuw nummer? En dat nummer is 32. Um, leuk getal: gaat over vrouwen. Is niet het gemiddelde leeftijd van vrouwelijke gamers. Nee, het is de percentage. Dus 32% van vrouwen speelt vijf keer per week mobile games. Vrouwen spelen over het algemeen vooral veel mobile games. Meer casual games op de mobiel. En uh, 32% van de vrouwen. Dus een derde van alle vrouwen doet dat dus gewoon vijf keer per week. Nou. Ik weet, dit item wordt door een paar duizend man in ieder geval bekeken. Die hebben allemaal wel een vriendin. Of wie weet, ben je een vrouw? Dan. Ja, een derde van al die vrouwelijke kijkers. Of de vriendinnen of vrouwen. Die uh, nu aanwezig zijn. Of wie weet wel, dochters. Uh, die speelt dus een mobiele game vijf keer per week. Ik, ik, ik weet wie je bent. Uh, en het zal wel weer Candy Crush zijn. Of zo'n rare strategische whatever game die ik altijd voorbij zie komen op YouTube, die, die rare gare reclames. Jij zit daarbij. Um, ik had hier trouwens ook een ander getalletje kunnen laten zien. In plaats van 32 had ik ook 30 kunnen doen. 30 is ook een beetje een mooi getal. Uh, die ik dan weer koppel aan het getal 23. Want we kregen dit jaar FIFA 23. Maar het is de laatste keer dat daar FIFA staat. Volgend jaar is het iets heel anders. En ik ben inmiddels alweer vergeten hoe dat heette. Want voor mij gaat het mijn hele leven lang. FIFA heten, maar het is dus wel een einde aan het huwelijk tussen IE en FIFA. En dat huwelijk heeft daarna 30 jaar lang stand gehouden. 30 jaar lang. Ik denk dat dat een hoger gemiddelde is, een hoger aantal is dan het gemiddelde duur van huwelijken in Nederland. Dus wat dat betreft hebben IE en FIFA een heel goed voorbeeld gegeven. Dan gaan we naar het volgende nummer? Uh, dat is nummer uh, 35. En uh, heel veel van die bronnen heb ik van de ESA uh, bijvoorbeeld. Dat is iemand die veel stats doet. Uh, er zijn wel ook andere bedrijven die dat doen. En uh, 35% van de multiplayer games die gespeeld worden, is een first-person shooter. Snap ik eigenlijk wel. Want. Ook ik speel vooral als het om multiplayer games gaat. Afgezien van FIFA wat ik eigenlijk heel weinig nog maar speel. Is het voornamelijk uh, competitive shooters. Um, dan de tweede zijn 28% zijn action games. En vervolgens is het casual games. Die worden gespeeld met 27%. Dus shooters zijn gewoon het grootste gedeelte. Sport had ik wat hoger verwacht. Maar zit daar eigenlijk helemaal niet bij. Goed. Een volgend getal. En dat vertal is het prachtige getal van 57. En dit vind ik een opmerkelijk gegeven. Uh, ze hebben ook gekeken in meerdere onderzoeken naar waar wonen developers nu? Waar, waar werken ze? En dan heb ik het niet over steden, plaatsen, dorpen. Ik heb het echt over een land. Waar bevinden zich nu de meeste developers? En toen dacht ik van het zal misschien wel Japan zijn. Want. Dat hebben we toch allemaal zo heel hoog zitten als het gaat om game development. Dat is voor ons ook een klein beetje dan, daar is het ooit begonnen uh, allemaal. Maar dat is niet zo. Het is Amerika. En niet zo'n klein beetje ook, want 57% van alle game developers, dus al die mensen, mannen en vrouwen die werken en sleutelen aan games, die heeft zijn woon- en werkverblijfplaats uh, in Amerika. 57%. Dat is echt fucking veel. Dat, uh, dat had ik eigenlijk niet verwacht. Maar goed, ja, dat, dat is dan weer het leuke van die nummertjes. Dat je dat gewoon niet verwacht. Uh, dan, volgende getal. En hadden we er een 6 bij gehad, hadden we het getal van de duivel gehad. Maar dit is niet. Het is 66. En dit is een opmerkelijk gegeven. Het gaat namelijk om een percentage: 66%. En dit getal hoort bij waarom, waar let je eigenlijk op als je een game koopt. En ongetwijfeld gaat het om het verhaal, ongetwijfeld gaat het om de characters die erin spelen, ongetwijfeld gaat het om het genre, maar het grootste percentage en daar ben ik eigenlijk wel blij bij, want ik behoor tot die doelgroep die kijkt toch vooral naar hoe ziet het eruit? Oftewel, de graphics. 66% van de gamers is dus, net als ik, een grafische slet. En um, nou, dat ja, ja, vind ik eigenlijk logisch. Een game die er gewoon wreed uitziet, is, vind ik, leuker om te spelen. dan een game die er gewoon helemaal niet wreed uitziet. Um, dan tellen we nu bij 66. Uh, dan moet ik even heel goed nadenken. Want hoofdrekenen is best lastig als je wat ouder wordt. Vier bij op, dan kom je op 70. En um, 70% van alle gamers in de wereld is 18+. Plus. Um, dat vind ik best een opmerkelijk zijn, want ik had verwacht dat daar meer kids bij zitten. Maar dat is dus niet zo. Het is wel degelijk, omdat steeds meer mensen ouder en ouder en ouder worden en blijven gamen. En ik help daarmee. Uh, dat betekent dus dat gewoon ook het gemiddelde leeftijd gewoon veel... Ouder wordt, wat is nu dan de gemiddelde leeftijd van een gamer? Die is 34. Um, en als je dan kijkt naar. waar moeten dan publishers zich op richten? Ik bedoel, het is hartstikke leuk. De gemiddelde gamer is 34 en de meeste zijn dus 18 plus. Wat is nu de sweet spot als het gaat om. Geld verdienen, dan is het een gamer van 18 tot 24 jaar. Die zijn namelijk het meest genegen om de portemonnee te trekken en een game te kopen. En laat dat nou juist de doelgroep zijn die vandaag de dag echt geen ene drol uh, verdient uh, tijdens het werk. Aan de andere kant, ze kunnen toch geen huis kopen, dus kunnen ze hun geld beter in games stoppen. Vandaar dat ze dat hopelijk, of ah, in ieder geval lijkt wel vandaag, dat ze dat dus gewoon meer uh, doen. Gaan we naar het volgende getal? En dat is 85. 85, en dat is een percentage. 85 is een percentage uh, van alle inkomsten uit games. En 85% van alle inkomsten uit games komt uit free-to-play games. Oftewel, we kopen ons op deze aardbol helemaal scheel aan microtransactions. Uh, ja, gewoon customization. Et cetera, et cetera. Free-to-play games. En daar zie je toch ook gewoon in uh, wat er allemaal in die markt aan het verschuiven is. En waarom. Microsoft op een gegeven moment ook gegokt heeft van oké, okay, als mensen zoveel free-to-play games spelen, dan willen ze blijkbaar niet meer ouderwets 500 euro voor een console en 80 euro voor, of 70 of 80 euro voor een game betalen. Ze willen het blijkbaar gratis. Nou, gratis, dat kan niet helemaal, maar dan moeten we naar een service model doen. Want dan kunnen we de, 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 ja, de kosten lager houden. En dat is ook waarom Sony op dit moment volledig in een kramp ligt. Goed, volgende getal is 90. 90. Um, een van de meest memorabele momenten van dit jaar was natuurlijk. Ik weet niet meer uit, uit mijn hoofd wanneer het was. Ik dacht dat het september was, maar ik kan er ook volledig naast zitten. Het lek bij Rockstar GTA 6. Ik had hier ook het getal 3 kunnen nemen, maar daar had ik eerder al 3 gig aan materiaal. En uiteindelijk bleken dat 90 video's. 90 video's kort wat langer vol met uh, werkelijk waar hoop bullshit materiaal. Het zag er niet uit en het is volledig niet representatief voor wat je straks uiteindelijk gaat zien uh, over een paar jaar. Uh, maar 90 video's werden gewoon maar even op het internet gedumpt. Ik ben benieuwd wat er nu met die jongen is. Ik weet ook niet of zit hij nu in de bak of werkt hij al bij Rockstar of ik zou het niet weten. Uh, maar het was wel een van de meest memorabele gebeurtenissen uit het gamesjaar. En als dat zo is dat een lek van een game een van de meest memorabele momenten uit 2022 is. dan voel je al aan dat het niet helemaal een top games jaar is geweest. Goed, gaan we naar de wat moeilijkere getallen: 831.523. Bam. Um, ja, dit, dit, dit vind ik heerlijk. Nu, als je, als je houdt van nummertjes en getalletjes. En dat hou ik. Uh, dan is dit leuk. Want dit is namelijk het aantal games wat op dit moment uit is gekomen. Er zijn dus op dit moment 831.523 games uitgekomen. Ik weet niet uh, uh, of ze allemaal. Ja, dit zijn alle games die op dit moment. Uh... Nee, je kunt ze niet. Ja, je kunt ze wel. Je kunt ze allemaal nu spelen. Dit zijn alle games die op dit moment ergens op een platform kunt gaan spelen. Ik ga ze even allemaal opnoemen. 67.821 games. Uh, 67.821 games op Steam. 4.333 uh, op GOG. 265 op de Ubisoft Store. 12.062 op Nintendo Switch. 5.366 op PlayStation 4. 974 op PlayStation 5. 3.059 op de Xbox. Dat is in totaal 93.880 Videogames op de traditionele platformen. En daar komen ook nog eens een 288.153.000 games op de App Store bij. En 449.490 op de Google, de, Google, de Google Play Store. Ik ga ervan stotteren. Uh, ik daag nu iemand uit in de community. om zijn baan op te geven. om al deze games. al deze 831.523 games. het komend jaar. Allemaal te spelen, te capturen. En dan naar ons op te sturen. Um, dan krijgt hij van mij een headset cadeau. Goed, uh, gaan we naar het volgende um, uh, ja, getal. En we gaan steeds ietsje hoger. Dit is 17.500.000. En dat is het aantal verkochte exemplaren van Elden Ring. En we hebben gehoord. De eigenaars, de bazen, de makers bij From Software. Die zeiden: Ik snap niet wat er aan de hand is. Waarom deze game zoveel beter verkoopt. dan de Bloodborne's en de Dark Souls. Ik weet niet wat we gedaan hebben. Nou ja, goed. Um, ik denk ook niet helemaal dat het een masterplan was. Ik denk gewoon uh, dat het een deeltje was. Dat gamers steeds meer klaar zijn met al die surface games. en die gemakkelijke games. en die games vol met MT's. Dat is een ouderwetse game. Het is ook een moeilijke game. Steeds meer gamers uh, hebben toch het idee van. oké, okay, laat ik het dan maar eens proberen. Mensen jutten elkaar op. Mensen kopen het. En volgens mij zijn er ook wel gewoon al feiten. of stat statistieken bekend. dat een heleboel van die 17.500.000. de game ook niet tot het einde hebben uitgespeeld. omdat het uiteindelijk toch net even iets te moeilijk bleek. Maar ik vind het een. Goed cijfer. Ik vind het een van de mooiste cijfers van het jaar. Want het geeft aan dat mensen gewoon ouderwetse, vette games willen. En laat dat gewoon vooral gebeuren in 2023. Volgende aantal. Het wordt steeds meer. Het past allemaal nog net op het scherm. 200 miljoen. Zeg ik het goed? 200 miljoen. Ja, dat is namelijk het bedrag wat um, publishers, developers, weet ik allemaal wat. Uh, websites, Twitch streamers bij elkaar hebben gespaard. Of ja, eigenlijk gefund. richting Oekraïne. Om uh, ja, het land te steunen in hun oorlog tegen uh, Rusland. Ik weet niet of er allemaal raketten voor zijn gekocht. Uh, maar 200 miljoen euro is dus. Of ik denk dat het dollar is. 200 miljoen dollar is dus uiteindelijk vanuit de gamesindustrie industrie naar Oekraïne gaan. Ik heb nog even gezocht. Ik weet niet hoeveel euro. Rusland heeft gekregen van de gamesindustrie. Volgens mij zijn er ook wel een paar geweest die dat gedaan hebben in Rusland. Maar dat bedrag heb ik niet kunnen vervinden. We gaan nu 38 miljoen optellen. Bij, uh, want dan gaan we namelijk, namelijk het uh, volgende uh, getal. En dat is 238 uh, miljoen. Hou je vast. Uh, wij vinden GTA 5 met, pff, wat zal het zijn, 150 plus miljoen stuks al. Insane, GTA 5. Dat is insane. We vinden 10 miljoen Pokémon Scarlet en Violet buggy shit games. Vinden wij immens als het gaat uh, om een aantal verkochte games. Maar er is maar één koploper en dat is fucking Minecraft. Minecraft heeft inmiddels 238 miljoen kopieën verkocht. Uh, Bizar. En uh, maandelijks spelen 141 miljoen mensen deze game. Het is fucking. Insane, ik moet ook heel eerlijk zijn: ik heb deze game nog nooit aangeraakt, dus ik hoor daar niet bij. Maar ik vind het meer dan een applaus waard uh, voor Mojang dat je dit voor elkaar krijgt. Fantastische aankoop, natuurlijk ook van Microsoft. Um, je ziet ook bij dit soort grote games: heeft het helemaal geen zin om het exclusief te houden, uh, daar ga je alleen maar uh, heel veel negativiteit mee krijgen. En ze verdienen er op deze manier hartstikke veel geld. Aan. Dan gaan we naar het volgende bedrag. Het wordt voor mij steeds moeilijker om uit te spreken. 3 miljard 300 miljoen. En dat is het aantal gamers wereldwijd. Daar hoor jij dus ook bij. Jij bent een van die 3 miljard 300 miljoen gamers op de wereld. We gaan vooruit. We hebben er weer een paar baby's bij gemaakt. Want vorig jaar was het 3 miljard 200 miljoen. Dus we hebben er zomaar 100 miljoen gamers. Bijgekregen. Welkom allemaal bij GameKings. Um, en dan eindigen we uh, bij um, ja, het hoogste bedrag wat ik heb kunnen vinden: 69 miljard dollar. En dan weet je waar ik het over heb. Dat is het bedrag wat Activision, of nee, Activision niet, maar uh, ja, wel wat Activision Blizzard kost. Voor Microsoft 68, nee, 69 fucking miljard dollar hebben ze betaald. Voor iets waar ze nog steeds geen ene reet mee mogen doen. Omdat er een aantal partijen, of in ieder geval één partij, en die heet PlayStation. En een aantal mededingingsautoriteiten die liggen vreselijk dwars. Uh, ik had hier natuurlijk ook andere aantallen kunnen noemen als het gaat om aankoopprijzen. Want iedereen heeft verschil gekocht uh, dit jaar. Ik had bijvoorbeeld 3 miljard 600 miljoen kunnen. Um, Noemen. Dat is namelijk het bedrag wat Sony heeft betaald voor Bungie. Ik had ook 300 miljoen kunnen uh, noemen, want dat is het bedrag wat Ember Embracer heeft betaald voor bijvoorbeeld Crystal Dynamics, de, de, de westerse tak van Square Enix. Wat een belachelijk lage prijs nog steeds is: 300 miljard. Maar 69 miljard is het hoogste bedrag wat ik dit jaar heb kunnen vinden voor jullie. Ik ben benieuwd of, uh, of die 69 miljard ze ook überhaupt wat gaat brengen. Want het is nog steeds niet rond de deal. Dit sleept zich echt nog wel voor deze soapserie. Um, en um, geld wordt steeds minder waard. Dus inmiddels is dat ook alweer meer, meer uh, dollartjes die ze daarvoor moeten neerleggen. Uh, maar goed, aan de andere kant. Volgens mij heeft uh, Microsoft genoeg geld in zak... Dus daar maak ik me dan weer niet zo zorgen over. Dat waren de getallen van 2022 die ik heb kunnen vinden. Als je nog een leuk getal hebt, laat het even weten in de comments. Aftrap van de eindejaarscontent. De komende weken veel, veel, veel meer. Dus support ons, support ons. Uh, zodat we ook in 2023 weer gewoon vette content kunnen maken.